Dames, heren, jongens, meisjes, welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Het is weer zover, we hebben weer iemand gevonden. Het was een tijdje zoeken, maar ik heb echt weer een parel van een cursusverkoper. En deze keer is de cursusverkoper die volgens mij nog niet heel succesvol is. Maar ik kan natuurlijk helemaal fout zitten, daar gaan we vandaag achter komen. Het begint al goed, zijn naam is Paul van Sprudel en hij woont op... Nee, hij woont in Nederland. Nee, hij woont op Bali natuurlijk. Want daar kan je zo lekker goedkoop leven. Dus hoef je eigenlijk helemaal niks te verkopen. Want je kan toch leven op Bali. Zo heerlijk lekker goedkoop is het. Nog beter nieuws en terug van weg geweest. Mijn samenwerking met Matchmasters. Zoals jullie weten ben ik groot fan van het spel. Ik heb het ook een hoop gespeeld met Milo. Onderweg naar shows. Wij spelen altijd Matchmasters. Want het gaat allemaal om head-to-head potjes. Je speelt tegen één persoon. Ja, en ik had Milo. Ik won altijd van die gozer. Echt altijd. En je speelt ook niet tegen computer. Je speelt echt tegen andere mensen. Het is gewoon lachen. Het is leuk. Het is top. Het is een top game. Mijn favoriete is overduidelijk Octopus. Een diamond booster. En mijn absolute favoriet. Goed, even kijken tegen wie we komen. Tegen iemand uit India. Is toch leuk hè, dat je tegen iemand uit India kan spelen. Dan gaan we die even helemaal kapot maken. Hoe kon je DNP maar beginnen? Oké. Kanus, dat was echt geen goede beurt van mij. Man. Ja. Ik ben niet bang, ben niet bang. Hop, pakken we deze. Hop, keer twee. Met deze. Dit is top. Boom. Extra turn. Hoppa. Ja, wel zes, maar ik was toen niet extra turns, man. Maar ik heb nu 4 van de 7 vol. Kwam uiteindelijk een speciale aanval. En met die octopus is die niet normaal, die speciale aanval. Die is echt niet normaal. Oei. Oei, dat was wel goed. Oei. Even een speciale aanval inzetten. Top. En boom, daar komt hij. De octopus, dames en heren. Oh, heerlijk. En kijk, die punten. Niet normaal. Pak nog even deze. Deze is zo lekker. Oh, dat paardje. Pak even dat paardje mee. Heerlijk. Oh, dit is zo lekker. Dit is zo lekker. Kan ik dat paardje nog even... Oei, hij heeft nu ook zijn boot. Hij is niet heel slecht, man. Ik sta maar 50 punten voor. Maar met een beetje geluk kan ik nog één keer die octopus meepakken. En dan is het natuurlijk helemaal occasie. Man, ik kan niet. Ik ga het niet halen. Nee. Jawel. Maar als hij nu een goede ronde heeft, ben ik echt een sjaak. Dan moet hij wel 100 punten krijgen. Dat is natuurlijk wel echt vrij onmogelijk. En dan gaat het hem niet lukken. En dan pakken wij gewoon het overwinningje binnen, dames en heren. Boom! You win. Overwinning. Let's go. Maar goed, wil je dit nou ook spelen? Dat kan. Download via mijn link in de beschrijving. En op het moment dat je download, krijg je een welcome pack. Je hebt vette events en toernooien. Je hebt mega veel boosters. Ja, ik ben met name fan van die diamond boosters. Boosters zijn zeg maar de poppetjes die je gebruikt. Die hebben allemaal een speciale aanval als je ze vol speelt. En het allerbeste, het is gratis. Gratis om te spelen en ad-free. Dus download het nu. Link in de beschrijving. En krijg dat welcome pack. Gratis. Goed, daar zit hij dan. Paul van Sprudel. Een nieuw chapter begint. Hij woont op Bali. Kijk eens aan. Dit is toch prachtig. Bijna goed uitgelijnd. Schitterend. Ja, dit is prachtig. Is er een geluid bij? Ah, dit is echt schitterend. Ja, dit is toch top. Dit is echt... Oh. Kom op dan. En hier doen we het voor, dames en heren. Gisteren 23 bestellingen, 2500 euro omzet, 23 verkopen. Top. En dit is dus zijn flexdag. Als ik even inzoom, even eerst hier kijken. Ryan Babel van voetbal... Oké, hij luistert dus naar... De financieel advies van Ryan Babel. Mr. Dry Analyst. Hij heeft hier zijn eigen website gewoon staan. Deze gaat... Oké, hij verkoopt dus dit. Dit is wat hij verkoopt. Want hij heeft letterlijk, ik kom hier gewoon nu achter. Hij heeft letterlijk hier staan wat zijn bedrijf is. En dat is ook 115 euro. En waarschijnlijk als je 23 keer 115. Oh, is iets minder. Als je iemand in een deel moet afstaan aan bol.com of zo. Hoe moet je afstaan aan bol.com? Oké, je hebt een vaste commissie van 83 cent. En een variabele commissie van 12,4%. Oké, laten we gaan uitgaan van 12,5%. Dat is 14 euro. Wat is met inleveren? Ik zie hier zo'n ding wat erop lijkt. Dat kost 10 euro. Nou is deze wel wat luxer. Want deze staat namelijk. No. Nou goed, maar hij heeft er 23 verkocht. Dat is best goed. Maar dit is dus een cursusverkoop met dus wel een eigen website. En dit is dan zijn website. Holy... Bro. Oké, dit is een goede website. Ik kan alleen dit kan niet wegkrijgen. En ik kan ook niet naar beneden scrollen. Dus ik zie alleen maar halve foto's. Hallo. Maar goed, hier in ieder geval zie je dus dat iemand die op een dag 23 sales doet, andere mensen wil uitleggen hoe je veel sales behaalt. En misschien kan hij er wel van leven. Want stel hij pakt 20 euro uiteindelijk na alles winst. Dan verdient hij gewoon 400 euro per dag. Dat is 12k per maand. Dat is echt goed. Maar iemand die 12k per maand verdient, die moet niet andere mensen gaan uitleggen hoe je heel veel geld in een miljonair wordt. Want dan gaat hij niet worden. Goed, de volgende foto van Paul. 4 hours work a day, not 8. More men money than you. You know what to do it. More money than you know what to do it. Is it more money than you? Ik denk more money than you know what to do with. In plaats van it. Alleen heeft hij hier fout geschreven en die den moet dan met een E. Maar maakt niet uit. Real results. Brothers
that just get it. DM Elite to apply. Home for the next few months with two anonymous killers. Wat? Ik heb eigenlijk vorig jaar heb ik 3 brands opgezet. Allemaal met meer dan 100k per maand omzet. Ja, allemaal dus meer dan 100k per maand omzet. Terwijl in die foto die net plaatsen, wat dus echt voor hem blijkbaar een hele goede dag was. Want daarom plaats je het als Instagram post. Dan moet het wel een hele goede dag geweest zijn. Maar als het zo'n goed bedrijf is, weten jullie nu wat jullie moeten gaan verkopen. Want dat zijn dus die schoenblazers. Je hebt hier letterlijk hetzelfde ding. En die kost 37 euro. Oh, maar dat is wel alleen vandaag. Ja, oké, top. Maar met dat bedrijf waar hij dus heel trots op is, maakte hij niet een ton omzet per maand. Nou, zeg een ton omzet per maand zegt natuurlijk niks, man. Met een ton omzet per maand kan je ook maar 500 euro verdienen of 1 miljoen verliezen. Het zegt nul. Dus dan moet je aan denken aan 3 tot 5 miljoen omzet op jaarbasis. En die brands heb ik ook door kunnen verkopen. 2 daarvan. Eentje heb ik nog steeds. Ik heb ook brands op Bol opgebouwd en die ook verkocht. Ik doe dropshipping in het begin altijd. In het begin van mijn ondernemerscarrière. Dan ga ik een product inkopen. Dan ga ik een product verbeteren. Dan ga ik echt een brand maken. En brands kan je gewoon verkopen en op de lange termijn ben je daar veel meer succesvol mee als je blijft dropshippen. Ik zie heel veel dropshippers die dropshipten 3 jaar geleden ook al en die zijn nu nog steeds aan het dropshippen. Dropshippen is eigenlijk short term, is eigenlijk alleen maar om je risico te beperken op voorraad. En zodra je ziet dat één product werkt, dan kan je voorraad gaan inkopen. Want je hebt niet honderden producten nodig om 100k per maand te draaien. Je hebt vaak maar 1 of 2 of 3 producten nodig om echt... Ja, oké. Trouwens mensen, denken jullie dat hij geïnterviewd wordt? Ik denk dat ik niet. Ik denk dat hij weer letterlijk in de muur aan het praten is. Net zoals alle cursusverkopers ooit. Waarom praat iedereen alleen maar tegen muren? Ik denk dat het grootste factor wat mij onderscheidt... En nu praat hij ineens naar de camera. Dat is ook raar, terwijl het in dezelfde setting is. Er zijn wel veel likes trouwens. 10 likes. Scheid is dat ik alles op systeem en structuur... Huh? En nu praat hij dan weer naar de... Heb je ooit een interview gedaan waar je gewoon dan zegt van dat iemand zogenaamd vraagt hoe gaat het met je? Dat je dan zo van het gaat heel erg goed met mij. Ik heb gisteren heb ik nog een hele mooie omzet gemaakt. En toen heb ik de dag daarna heb ik een nieuwe auto gekocht. Ik heb een prachtige nieuwe auto gekocht. Ja, ik heb een hele mooie BMW gekocht. Dat bestaat niet. En wat was je topmaand destijds dat je had gedraaid bij ons? Ik vind het wel top dat zijn microfoon hier ook aangesloten is. Dat is wel echt fijn. Vooral dat je een keer 75k had gedraaid. Ja, ik wil het zeggen. Ik zit heel laag. Bro, de topman. Dat je had gedraaid bij ons? Nee, dat was wel 20k was zijn topmaand, zegt hij zelf, hè? Want het is zijn bedrijf, dus hij weet, mijn topmaand was 20k. Ja, wel maanden bizarre dingen. Ik weet nog wel dat je een keer 75k... En dan zegt de interviewer... Nee, je hebt een keer 75k gedaan. Hij zegt 20. 75 is bijna 4 keer zoveel. Alsof je dat niet weet. Want 20... Oh ja, ik had wel een keer 75k. Dat het dit wat had gedraaid. Ja, ik wil zeggen, ik zit heel laag. Ik denk, maar volgens mij heb ik 105k. 105, ja. In 1 maand volgens mij. 100k plus. Ja. Zijn dakje is ook next level, man. Als ik mag zelf niks meer zeggen, daarom, ik heb nu ook een pet, ik ben helemaal kaal eronder. Maar dit is ook niet het dakje waar je naar op zoek bent. Deze comment. Nice man, als je de volgende keer een leugen vertelt, zeg dan eerst tegen hem wat een leugen wordt. Verder prima video. Kleine tip voor de volgende keer, ik zou de afgelopen muziek nog iets harder zetten. En je werkt momenteel nog, want je zit nu een jaar in e-commerce, je bent weer teruggegaan. Ja. Maar je had wel een keer ontslag genomen destijds. Hij werkt nog, hij doet 100k, 105k in 1 maand, maar hij werkt nog. Wat dus blijkt, nou, de 105k mocht het waar zijn in het universum, wat natuurlijk nooit zo is. Maar laten we er gewoon even van uitgaan. Ze zeggen ze inderdaad, dus met 105k omzet... Dat je dus niet genoeg verdient om niet meer te hoeven werken. Dus dat je met 105k ook maar 500 winst kan maken. Waarvan je niet kan leven. Dus ze spreken zichzelf totaal tegen. Want zelfs zijn beste leerling die 105k deed in een maand. Nooit gebeurd. Het is echt nooit gebeurd. Maar stel, het zou gebeuren. Maar het is nooit. Het is echt nooit. Het is gewoon echt nooit gebeurd geloof ik. Gewoon echt van alle dingen die ooit gebeurd zijn. Is dit er gewoon geen. Want het is nooit gebeurd. Echt, er zijn zoveel dingen zijn er al gebeurd. Maar dit is nooit gebeurd. Maar goed, stel het zou gebeurd zijn. Wat het niet is. Maar stel. Zelfs dan kan je niet van leven. Wauw. Wat een top. Destijds toen je aan het draaien was. Ja, zeker. Ja, dan zat ik al 5k. Waarvoor ga ik voor 100 euro werken vandaag? Waarvoor ga ik eigenlijk vandaag? Ben ik echt direct mee gestopt. Ik heb direct ontslag ingediend. Ontslag ingediend toen, ja. Ik heb eigenlijk ook echt gefocust op e-commerce, ja. Inderdaad, ik ben nu teruggekomen. Dat is meer voor de mindset. Oh, voor de mindset ga je terug. Ja, voor de mindset. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Moet je werken? Nee, ja, je kan in principe ook zonder leven. Precies, dat is, ik zou het moeten leven, maar ik wil een beetje bewust blijven van mijn... Ja, precies. Ik ben je moet gewoon humble blijven. Ja, en wat willen mensen echt niet horen? Hé, hey, even haar bandage zich gedaan. Je ziet het bijna niet. Eerlijk gezegd, je ziet het bijna niet. En de wereld rond te reizen en geld te verdienen met een eigen online business. Het
wat bepaal jij? Welke kies jij? Bro, en daar sta je dan voor een hotel met je ongestreken Hilfiger shirt voor 6 likes. Dat ben je zelf, dat is je zakenaccount, dat is je vader, je moeder, je broertje niet, want die denkt ook van wat de fuck is mijn broer aan het doen, ik ga mijn achternaam veranderen. En 2 bots uit Bali. Even reacties lezen. Oh, die zijn er natuurlijk niet. Een duidelijke visie en een duidelijk doel. Huh? Deze stopt gewoon. Echt business, wil je de wereld rondreizen zoals wij doen? Je moet iets duidelijk voor jezelf klaar hebben staan. Een duidelijke visie en een duidelijk doel. Hij was er helemaal niet klaar. Yes guys, ik ben hier aan het chillen in Bali. Dankzij je natuurlijk. Yes guys, ik ben hier aan het chillen in Bali. In Bari. Bro, is in Bari. Waarom staat hier Koens geld voor het eerst niet tegen een kind? Waarom heeft dat 77.000 likes? Deze man probeert zoveel te doen. En hij haalt 6 likes. En ik doe iets niet, namelijk geld tegen een kind. En ik haal 77.000 likes. Jouw kledingstijl. Mijn kledingstijl. Ja, kleding is natuurlijk heel belangrijk. Vroeger vond ik... Bro, kleding is belangrijk. Kijk wat je erbij zit, bro. Wat is dit? Merkkleding heel erg belangrijk. Maar nu vind ik nettere kleding. Nettere kleding. In een steen. Hoeveel geld is voor mij genoeg? Ik ervaarde het meeste geluk toen ik tussen de 10 en 20.000 euro winst per maand zat. Alles daarboven kostte me veel meer stress. Met nieuw personeel, allerlei schaalproblemen zoals payment providers en andere dingen. Wow. Alles daarboven kostte me veel meer stress. Met nieuw personeel, allerlei schaalproblemen zoals payment... Schaalproblemen zoals payment providers. Nou, ik wil hier toch wel even ingrijpen. Bij 10 tot 20.000 euro omzet per maand heb je echt geen schaalprobleem met payment providers. Dat heb je misschien als je 10 miljoen omzet per maand doet. En ook dan is dit geen probleem, want dit fix je één keer, het is geregeld. Dit is bullshit en hij heeft nooit zoveel geld verdiend en hij verlult zich hier gewoon. Hoeveel geld geef ik per maand uit in Bali? Ik hou het niet per se bij en dat is niet okay. Om te flexen, maar... Wow, niet om te flexen, oké. Okay. Hij zegt het is niet om te flexen. Ik denk dat hij gaat zeggen dat hij 25k per maand uitgeeft. Niet om te flexen, maar dat hij ongeveer 25k per maand. En dan is het natuurlijk veel minder, maar dat gaat hij zeggen. Ik doe iets van 2.500 euro per maand uit hier. Niet om te flexen, hij komt met 2.500 euro. Ook al hou je het wel bij, het is sowieso niet om te flexen. Dat geef je in Nederland ook uit. Dus ik ga van gemiddeld 35.000 euro uit. Gemiddeld geeft een Nederlander 3.000 euro per maand. Hij geeft dus minder uit dan gemiddelde Nederlander. Maar het is niet om te flexen. Het is niet om te flexen. Ik verdien liever 1.000 euro per maand winst, zeg maar, dan dat ik 4.000 euro per maand voor 40 uur per week. Het gaat voor mij echt om die vrijheid. En maar wel, als in, jij zegt dit nu, dat je liever 1.000 euro per maand winst dan 4.000 per maand aan vrijheid. Maar 1.000 euro per maand winst, dan kan je niet leven. Aangezien jij 2.000 tot 1.500 euro per maand uitgeeft. Dus dan raak je in de schuldsanering en dan moet je huis uit. En dan heb je geen huis en dan moet je weer bij ouders gaan wonen. Paul. Dus je kan zeggen wat je wil, maar hou gewoon je bek. Stop. Yapping. Yes, ik was laatst in de supermarkt, was echt super duur. Daarna ging ik tanken, wordt ook steeds duurder. Nee, het is niet duur. Oh. Jij verdient alleen weinig en je levert je tijd in voor geld. Ga nou eens echt werken, man. Ga eens ondernemen. Ga eens geld verdienen. Hij probeert zo'n aura filmpje te maken, maar hij heeft zo weinig aura. Holy fuck. Yo, ga ik van het geld meer geld maken en dan ga je een beetje online kijken en dan zie je natuurlijk verschillende dingen dat mensen daar geld mee verdienen en daar geld mee verdienen. Ja. Dan denk je van, ja, dan lees je Rich Dad Poor Dad en dan denk je, ja, ik moet niet geld uitgeven aan nieuwe schoenen. Rich Dad Poor Dad, gaan we. Wat een verschrikking. Yes guys, welkom weer bij een goed nieuwe video. En in deze video ga ik je alles vertellen over hoe je moet gaan daten in Bali. Maar ik leef nu al bijna 5 maanden in Bali en ik ga je precies vertellen wat je moet doen, wat ik heb gedaan, om in ieder geval, ja, met vrouwen te daten hierin. Dit is, ik weet niet of ik dit moet behandelen, man. Als je weet dat ik dit ga behandelen, laat het vooral weten. Yes, guys. What's up? We hebben weer een gloednieuwe video. En als je wilt leren hoe je een savage wordt, hoe je stopt met die nice guy zijn, hoe je alpha wordt in life... Het YouTube-kanaal is gewoon nog een andere goudmijn gewoon. Goed, dit is zijn website, School Dropship Elite. Ja, ik heb er niks over te zeggen. Word een betaalde community bij 500 members. Oh, dus nu is gratis en bij 500 members worden betaald. Nou, kan je allemaal gratis onzin bekijken waar je niks aan hebt. Het is echt verschrikkelijk. Ik zag dit trouwens even voorbij komen, dat vond ik wel mooi. Iemand die comment van, het is best rustig hier. Ik vind de community aardig rustig, gebeurt niet veel. Zijn er dingen die komen, gaan of blijft dit het? Paul, we spelen misschien iets interactiefs. Als er andere mensen zijn die willen connecten, stuur me gerust een DM. Daarvoor is de community. Zegt Paul, wat stel je voor? Je hebt sowieso toegang tot de hele videocursus. 50 video's over dropshipping. Zit jij ruim 1 jaar aan werk in. Ik heb 4 groepcalls gedaan vorige maand. Ze hebben de community uit te breiden. Maar die Bastiaan zegt, wat stel ik voor? Haha, ik ben geen over de community. Geen avond of zo of haat. Ik vind het gewoon erg rustig, gebeurt weinig. Maar Paul zegt, klopt, ik ben ermee bezig. Ik word elke dag actiever. 30 nieuwe ondernemers erin. Elke week. Nou Paul, ik ben met name benieuwd hoe je nou kan daten op Bali. En dan zeg maar dus niet in de handen van de ladyboys komt. Goed, hopelijk vonden jullie dit leuk. Ik vond het top. Dank voor het kijken naar deze video.